Dieren worden ziek door de manier waarop mensen ze houden. En mensen worden ziek vanwege de wijze waarop we de dieren houden. Omdat dieren massaal gehouden worden op een onnatuurlijke manier. En omdat boeren willen dat dieren zo hard mogelijk gaan groeien. Daarom wordt er in de veehouderij en in de viskwekerij letterlijk gestrooid met antibiotica. Nog voordat de dieren ziek zijn. Het gevolg is dat het afweermechanisme van het dier verzwakt. En bacteriën ongevoelig worden voor alle antibiotica. In Nederland is bijna alle kippenvlees en bijna de helft van het Nederlands kalfsvlees besmet met de multiresistente ESBL-bacterie. Meer dan de helft van de hier verkochte kweekgarnalen en tilapia uit Zuidoost-Azië is besmet met multiresistente bacteriën.